Lego. Dank je. Alsjeblieft. Maak het best. Net zoals dames en heren bij de Vlindervogels. Hele mooie poging. Kijk eens even hoeveel missies deze robot in één keer probeert uit te voeren. En terwijl ondertussen staat hier de mannen van de Sanicenter. Die schuiven inderdaad die lancering is. Dat is een missie die je door kunt blijven proberen. Heel veel andere missies, als ze één keer fout staan, ja, dan gaat het niet meer goed. Maar de lancering kan je gewoon keer op keer blijven proberen. En we zien hier ook een hele mooie krater oversteek van het Sanicenter. Geweldig. Applaus. Nog anderhalve minuut te gaan. Ja, het is gewoon wel relaxed uitgekomen. Zo snel kan het gaan. 1 minuut. Nou, je hebt zo meteen nog een tijdje pauze, dus nog een missie erop. Ja, dat is ook. Alright, dat is het. Oh, succes alvast. Ja, de Vlindervogels. Maar ze houden de concentratie vast, want ze gaan gewoon lekker nog een poging. Nog een halve minuut te gaan. Kijk, we maken dus ook een bokkensprongetje. Vlindervogels-robot. Dat is ook een goede camera. Dat is een hupsakee. Nou, dat staat er goed op. Hier zou het lukken. Hier wordt de moestuigen doorgeraakt en een lanceren poging. Ja, een hele mooie poging van deze robot die nu naar de derde missie toe rijdt. En tot z'n verdorie. Heel mooi in het kruisje gaat. Nog even op de terug en ik zie bij jou een mooie straat oversteken. Geweldig. Dat zag je wel even naast je op een mooie vervolg. En die zie je. Nu wordt ook even gepakt. Stikstof, waterstof, sterrenstof. Oh, dat is een stuk. Nu wordt een vrachtketen gedaan. Dit zien we ook niet vaak. Het wordt een lange hoog geduwd. Het is wel dat het robot van Razamens net tegen dus dat hij nu nog een keer aanrecht zal doen. Maar ze proberen nog een keer niet ja, de atomen of de voedingsstoffen te verhogen. En die zien we ook. En dan gaat hij nog wel wat op een soort halve minuut. Ja, de oefening. Wel.